En wat doe jij zelf aan marketing, Gerrit? Ja, zelf aan marketing. Marketing heb ik in het begin van mijn ondernemerscarrière stukken advisering gedaan aan klanten. Mm-hmm. Om ze hun daarin verder te helpen. Dus dan moet je het zelf natuurlijk ook zo goed mogelijk doen. Klopt. En in de loop van de tijd is de aanpak voor marketing echt wel gestructureerd neergezet. Dus de kennis op dat gebied ontwikkelt zich enorm snel. Het hard. En het vraagt ook echt om een gestructureerde aanpak. Ik vind het zelf ook als ondernemer leuk om te doen, marketing en sales. Mm-hmm. En ik denk ook dat voor elke ondernemer marketing en sales moet gewoon echt dicht bij de ondernemer zelf zitten. Zeker als je bedrijf nog niet enorm groot is. Dan moet je daar zelf bewust mee bezig zijn en niet zomaar aan een stagiair overlaten of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus ik ben ook van mening dat je daar gestructureerd budget voor moet vrijmaken. Wij hanteren zelf een beetje 2,5% van de omzet die nodig is om goed marketing te kunnen bedrijven. Is dat ook dan de uren of is dat out-of-pocket kosten? De out-of-pocket kosten. Dus de uren out-of-pocket heb je dan bij ons ook nog met een stagiair die wat erbij betrekt. Ja. De uren van mezelf die tel ik daar even niet in mee. Okay. En wat we hanteren is een inbouwmarketing methodiek. Dus inbouwmarketing wil zeggen dat je op een magneetmethode je klanten trekt en niet van de daken aan het schreeuwen bent de hele dag bijvoorbeeld met alleen maar reclame maken en schreeuwen dat je goed bent. Maar mensen iets bieden, hun problemen benoemen en in een blog of een artikel daar een antwoord op geven. Mm-hmm. En dat kan zich in heel veel zaken uiten. Dus we bloggen, we schrijven e-books. We geven probeerversies van onze software dan weg. Hè. Dus dat werkt niet in elke branche natuurlijk om probeerversies weg te geven. Ja. Een strakke opvolging van de leads. We sturen mailings naar bestaande klanten, naar nieuwe doelgroepen. We doen gastbloggen op andere podia, zodat je waar jouw klanten zich dan bevinden. Zodat je eigenlijk langzaam maar zeker als kennisleider wordt gezien. Mm-hmm. Partnering is natuurlijk belangrijk. Voor ons is Snelstart, daar maken we add-ons op, dus is een belangrijke partner. En als wij daar een blog schrijven op hun site, mm-hmm. dan helpt dat enorm om nieuwe leads te genereren. Daarnaast heb je natuurlijk het gebruik van social media. Erg belangrijk, maar ook weer niet overschatten, want social media roep je toch vaak in je eigen publiek. Dus je moet dan goed nadenken over een kleine cirkel. Hoe kan ik zorgen dat mensen het gaan delen? Mm-hmm. Dus dan moet die content er ook weer. Je kunt beter één goede tweet doen met een berichtje erbij, een linkje erbij, zodat ze door kunnen stappen naar je website of naar je e-book en een beeld erbij, zodat mensen echt attractief er naar kijken en zeggen: hey, ik ga er eens eventjes naar kijken. Mm-hmm. Meten is heel belangrijk om te zien van wat heeft nou effect wat ik doe? En probeer gewoon dingen. En wij doen dat met HubSpot software, waar eigenlijk alles in zit. Van het begin de CMS van de website tot aan als je social media uitingen doet, dan zie je van deze is op die berichtgeving afgekomen. Deze op die berichtgeving afgekomen. Oh, die klant of die potentiële klant heeft de blog gelezen. En als je daar dan een e-boekje bij downloadt, dan moet je natuurlijk even zijn mailadres achterlaten en zijn bedrijfsnaam. Op dat moment komt hij in de marketing automation software van HubSpot en krijgt hij binnen 3 dagen een e-mailtje van: hey, je hebt een e-book gedownload. Precies. Vind je het misschien leuk om onze software te gaan proberen? En zo trek je hem langzaam de kopers funnel in. Een heel verhaal. En als je dat inderdaad wil gaan doen, moet je daar ook wel een studie aan wijden, neem ik aan. Nou, het is belangrijk voor een ondernemer om echt goed in te verdiepen, ja. Ja, oké. We gaan luisteren naar iets heel anders. Hier komt The Soul of the Jewish Violin, Shema Israel.